Ik ben Edwin Becker, al meer dan 25 jaar hoofdconservator tentoonstellingen van het Van Gogh Museum. En nog iedere dag als ik op de museumzalen loop, dan word ik gefrappeerd en gefascineerd door de schilderijen van Vincent van Gogh. In het bijzonder geldt dat voor de vele zelfportretten. We staan hier voor misschien wel een van de meest markante zelfportretten die hij heeft gemaakt. Zelfportret met grijze vilthoed. En in Parijs had hij niet altijd het geld om prostituees of modellen op te sporen die voor hem moesten poseren. En gebruikte hij eigenlijk een eenvoudige spiegel. Daar keek hij in. En zo heeft hij talloze portretten van zichzelf gemaakt. En in Parijs komt hij in aanraking met diverse collega-kunstenaars, vrienden, zoals Seurat, Signac, maar ook Camille Pissarro. We hebben hier in het museum een prachtig voorbeeld van zo'n Pissarro hangen, waarbij je kunt zien dat de techniek die gebruikt is, bestaat uit allerlei kleine puntjes van kleur. Dat noemen we het zogenaamde pointillisme. En dit soort werken heeft Van Gogh letterlijk ook gezien in de galerij van zijn broer Theo. En dat heeft hem doen inspireren tot zijn eigen techniek, want als we goed kijken zien dat het nauwelijks meer puntjes zijn, maar dat het wat langere verfstreken zijn. En op de achtergrond, die heel mooi bestaat uit een soort toetsen die als een stralenkrans het hoofd omcirkelen van Vincent. Maar wat zo opvalt ook is, als we goed naar dat gezicht kijken, dat je hier dus groene, mintgroene, donkergroene, rode, gele, allerhande kleine kleuraccenten ziet die de totaliteit van die gezichtskleur uitmaken en tegelijkertijd het portret een enorme expressie geven. Laten we misschien even luisteren naar wat Van Gogh zelf zegt over portretten. Ik zoek het trouwens op in De Kunst van het Woord, zijn mooiste brieven. Een boek dat ook verkrijgbaar is in de winkel en de online shop. Ik zou zo graag portretten maken die over een eeuw voor de mensen die dan leven als het ware visioenen zijn. Dus probeer ik het niet te doen door middel van de fotografische gelijkenis, maar door onze hartstochtelijke uitdrukkingskracht, waarbij ik onze kennis en moderne smaak omtrent kleur hanteer als middel om het karakter uit te drukken en op te voeren. Echt een vooruitziende blik van Vincent.